Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag kijk ik naar de spelregels van Parijs, de lichtstad. Om alvast een beetje op tempo te komen, ga ik een paar Franse zinnetjes met jullie oefenen, die wel heel leuk zijn om mee te doen. De eerste gaat als volgt. Si, ton, 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 sera tendu par ton, ton, ton. Waarbij ton, ton een koosnaampje is voor oom in het Frans. Wat wil zeggen dat de volledige zin betekent? Als jouw oom scheert, dan is jouw oom door jouw oom geschoren. Dus alle omen worden kaal geschoren, maar wat dan met de tantes? Ta tante, ta tante, dan ta tante. Dus dat wil zoveel zeggen als jouw tante wacht op je in je tent. Een heel nuttige zin. Laten we eens kijken naar de spelregels en misschien kunnen we ontdekken of ik daar ook over mijn tong ga struikelen. Wil je echter weten wat ik ervan vind? Er volgt ook nog een review in de volgende aflevering van Bordspellen Nieuws en Reviews, waarvan je hier ongeveer de link zal zien verschijnen. Om Parijs de lichtstad op te stellen, gaan we alles uit de doos halen. Buiten dit dan, want dit hebben we nodig. Dit is eigenlijk het speelbord waarop we gaan spelen. Dan hebben we de postkaarten. Er zijn er meer dan 8 voorzien, maar we gaan er maar 8 gebruiken per spelletje. Voor het eerste spelletje willen we die liefst gebruiken die gemarkeerd zijn met zo'n soort van zonnetje of sterretje. En deze leggen we rondom het speelbord. Je kan er best 2 per zijde leggen. De volgorde waarin ze liggen maakt helemaal niet uit. Wanneer er speciale speelstukken staan afgebeeld op de postkaarten, kan je die betreffende teeltjes of zo ook al meteen op de postkaart leggen. Vervolgens kiezen beide spelers een kleur en nemen de 8 keientegels van de betreffende kleur voor hun neus. Ook de rest van de speelstukken in hun kleur, de schoorstenen en de 4 actiefiches, die mogen de spelers bij hen nemen. Leg ook alle tegels in de buurt van het speelbord, zodat ze goed te zien zijn voor de spelers. De speler die als laatste een potje Parijs heeft verloren, mag aan het spel beginnen. En voor de eerste keer kies je degene die het laatst licht heeft aangedaan. En dan kunnen we aan het spel beginnen. Het spel Parijs bestaat uit 2 grote fasen en in iedere fase heb je keuze uit 2 verschillende opties. En in fase 1 zijn die anders dan in fase 2. In fase 1 gaan we eigenlijk zorgen dat alle keitegels op het bord komen te liggen en daarmee eindigt de eerste fase. Dus wanneer spelers aan de beurt komen, laten we zeggen dat blauw begint, hebben ze de keuze ofwel leg ik mijn bovenste tegel, die ik altijd mag bekijken ten eerste al, leg ik die ergens op het bord. En dat mag eender waar zijn, het hoeft niet aan grenzen te zijn met iets dat er reeds ligt. Maar je moet wel altijd ervoor zorgen dat het vierkant waar het in hoort te liggen volledig bedekt. Dus je kan niet zo leggen dat er hier nog maar een plaatje voor 2 vakjes over is. Hè. Iedere tegel bestaat eigenlijk uit 4 vakjes, moet je denken. 4 per rij en ook 4 in het midden. Dat is voor mijn volledige beurt. Mijn tegenstander kan dus ook diezelfde actie kiezen. Je mag dus ook weer altijd kijken naar zijn of haar bovenste tegel. Maar het alternatief is dat je één van de beschikbare Tetris vormen gaat nemen. Bijvoorbeeld, laat ik nu zeggen, ik wil deze nemen. En zo gaan we het dus beurtelings doen totdat alle tegels gelegd zijn. Van zodra een speler zijn laatste tegel heeft gelegd, weet hij al dat hij de startspeler wordt voor de volgende fase. Maar zolang de andere speler nog niet zijn laatste tegel heeft gelegd, kan deze nog verder gaan met Tetris stukken nemen. Dus op dit moment kan de blauwe speler ervoor kiezen om deze tegel te leggen, dan gaat hij die hier moeten leggen. Ofwel zegt hij, ja, ik ben nog niet klaar met, ik wil nog extra puzzelstukken nemen, maar in dit geval niet. Maar we weten dus al dat oranje mag beginnen aan de tweede fase. Tijdens de tweede fase hebben we opnieuw 2 opties om uit te kiezen. Ofwel ga je één van de andere tegels die we nu nog niet hebben gekozen, die kunnen ook een beetje meer aan de kant leggen, niet volledig, want we hebben nog wel de mogelijkheid om daar iets uit te halen. Maar nu dus te beginnen met de oranje speler, heeft hij ofwel de keuze ofwel leg ik een van mijn stukken op het bord. Daarbij mag je de stukken alleen maar leggen op jouw kleur, dat is dus in dit geval oranje, of de gemeenschappelijke paarse kleur. Dus al deze vakjes zijn zowel voor blauw als voor oranje. Alternatief gaat hij één van deze 8 postkaarten uitvoeren, waarna je meestal de kaart omdraait om aan te geven dat die gebruikt is. Maar wat je sowieso gaat doen dan is jouw actiefiche erop leggen. Zodat je weet dat je die ofwel gebruikt hebt, ofwel nog gaat mogen gebruiken, de eigenschap daarvan. Dat gaat zo dadelijk duidelijker worden wanneer ik ze ga uitleggen.
Laat ik eerst zeggen dat hij ervoor kiest om een stuk te leggen. En die heeft hier iets interessants gezien. Die kan namelijk dit stuk hier leggen. Natuurlijk mag je hierbij niet de stukken zo omdraaien. Dus in dit geval, dit is allemaal paars en oranje, dus ik kan die hier leggen. Je wil ze eigenlijk zo, naast zoveel mogelijk straatlantaarns leggen, indien mogelijk. Dan is de blauwe speler het en die denkt, ja, ik zie hier wel een goede mogelijkheid om dit stuk te leggen. Zo, voilà, ook naast twee straatlantaarns. Dan is de oranje speler terug en die denkt nu, oké, dit keer ga ik geen stuk leggen, ik ga eigenschap gebruiken. En de eigenschappen vind je allemaal terug op de laatste pagina, toch voor het basisspel, hè, het staat erbij. Als je dan later verder speelt, dan staan de vier andere kaartjes hierop uitgelegd. Die zijn soms wat moeilijker. Maar nu zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil deze kaart uitvoeren. Dus dan leg je daar een actiefiche op om aan te geven, dit is de kaart die ik wil uitvoeren. En in dit geval is het iets dat je pas later gaat uitvoeren, niet in deze beurt zelf. Dus in een van de volgende beurten van oranje mag die zeggen, oké, nu ga ik die eigenschap gebruiken. En dan ga ik die kaart omdraaien met mijn fiche er nog steeds op. Dus ieder speler gaat vier van de acht acties kunnen gebruiken. Soms gaan ze iets minder nuttig zijn als je te lang wacht. In dit geval is de actie dat hij mag bouwen op een straatlantaarn. Dus dat is nu niet meteen, hij heeft een actie gekozen, dat is het. En de blauwe speler gaat hier een vierkant leggen. Nu één ding ben ik tot nu toe vergeten, dat doe ik tijdens het spelen van het spel ook, dat zijn het plaatsen van de schoorstenen. Iedere keer wanneer je een tegel plaatst, zet je daar een schoorsteen op van jouw kleur. Dus deze twee zijn van de blauwe speler, deze is van de oranje speler. Dan is de oranje speler het weer. Hij gaat ook voor deze actie. En dat is wel meteen uit te voeren. Dat is een stuk wisselen vanuit jouw persoonlijke voorraad naar de algemene voorraad die er nog over is. Dus de oranje speler denkt, oké, ik ga deze wisselen. En ik ga die wisselen met deze. En dan mag je die ook meteen leggen. En die gaat die hier leggen. En natuurlijk niet te vergeten daar een schoorsteen op zetten. En dan is de blauwe speler terug. Die heeft nog wel een aantal plaatsen waar hij dit kwijt kan. Maar niet alle plaatsen zijn misschien even goed. Maar in dit geval gaat hij misschien liever eerst voor een actie. Deze actie lijkt hem wel wat. Een extra straatlantaarn leggen op een veld van zijn eigen kleur, dus niet paars. En dat kan hij bijvoorbeeld hier gaan leggen. Dan is oranje er terug. Het enige wat hij nog kan doen is de laatste actie uitvoeren. En die gaat voor Le Peintre. Dus die gaat de schilder nemen en die gaat hij ergens zetten op een veld van zijn of haar kleur. Bijvoorbeeld hier. Ik ben trouwens weer de schoorsteen hier vergeten op te zetten, zoals gebruikelijk. De oranje speler is dan aan de beurt, heeft nog één actiefiche. En het nuttigste lijkt hem of haar om deze te nemen. Waarmee hij een bestaand gebouw mag verlengen door dit op een vakje in zijn of haar kleur te leggen. En ik denk dat hij dat hier gaat toepassen. Dus die gaat dit gebouw vergroten, waardoor die ook elkaar raken en dat gaat belangrijk zijn in de puntentelling. Ook daar wil de blauwe speler werk van maken door zijn laatste tegel hier te leggen op deze velden. En dan is oranje klaar, heeft geen actieschijfjes meer. Deze kan die niet meer uitvoeren, maar de blauwe speler heeft nog wel twee acties en dat zijn deze twee. En daar is die allebei niets meer mee. Want deze zorgt ervoor dat je geen minpunten krijgt. Maar als je tegels nog moest over hebben. En deze zorgt ervoor dat je ergens op een veld van de tegenstander zijn kleur een paars fiche mag leggen. Dus die had bijvoorbeeld die actie kunnen kiezen. En in plaats van die zo te leggen, had hij eerst dat blokje hier kunnen leggen. En dan mag je ook meteen een tegel bouwen. En had bijvoorbeeld dit kunnen doen. Alle acties zijn uitgevoerd. Alle tegeltjes zijn gelegd. We zijn klaar met fase 2. En dan komen we natuurlijk toe aan de puntentelling. Wat ik altijd eerst tel qua punten is de grootste groep van gebouwen. Dus je kan een aaneenschakeling van gebouwen tellen en per vakje levert dat 1 punt op. Dit is voor blauw de grootste aaneenschakeling van gebouwen. Dat is dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Diagonaal telt niet. 15 punten voor blauw. Oranje heeft een iets kleiner gebied. Dankzij dit stukje tegel zijn deze twee gebouwen ook nog verbonden. Telt ook zelf nog eens mee. We tellen ook de verlichte gebouwen. Daarbij ga je kijken hoe groot is een tegel, eventueel met een aanbouw eraan. En naast hoeveel verlichte straatlantaarns ligt die? Laten we hier beginnen met blauw. Hij heeft hier een tegel van 6 groot. En ligt naast twee lichten. Dat is 6 x 2 is 12 punten voor deze tegel. Wat ik dan doe is de schoorsteen
plat leggen om te weten dat je die hebt geteld. De punten ga je ergens gewoon moeten bijhouden, dus geen scoreboekje ervoor. Deze is 3 vakjes, maal 1 omdat er 1 lantaarn naast is, dus dat is 3 punten. Deze is 0 punten waard. Deze is 4, maal 2 is 8. Deze is 4, maal 2 is ook 8. Dus dan hebben ze allemaal geteld. Dan is er nog 1 ding dat we eventueel moeten tellen. En dat zijn bepaalde actiekaarten waar dat een postzegel op staat. Want dat zijn degenen die je op het einde van het spel pas gaat tellen. Eigenlijk kan je ze ook beter gewoon zo laten liggen als er een postzegel op staat. Als je toch even wil weten welke het zijn, dan kan je hier weer kijken. Hier staat een postzegel naast en hier staat een postzegel naast. Dus dat is deze. En dan kom ik eigenlijk ook tot het punt dat ik nog even heb overgeslagen. Normaal gaan al jouw tegels die je nog hebt, stel dat blauw er niet in geslaagd is om deze ergens te leggen, omdat er geen plaats meer voor voorzien is voor deze vorm, dan zou die min 3 punten scoren. Als die dan dit heeft, dan is iedere tegel die je nog over hebt 0. Andere postkaarten, zoals deze schilder, leveren punten op andere manieren. Voor de schilder ga je kijken naar het gebied, afgebakend door de rand van het bord en door de tegels die gelegd zijn, waarin die staat. En dan ga je het aantal straatlantaarns daar tellen. En die leveren 2 punten een stuk op. In dit geval zijn het er 4 in dat afgebakend gebied. En dat wordt niet tegengehouden door andere tegels, zoals de fontein of de danseres. Dus die levert ook nog wat punten op. Al die punten tel je op. Wie dan de meeste punten heeft, heeft natuurlijk het spel gewonnen. Bij een gelijk spel wint de speler die de meeste zichtbare vakjes heeft met zijn kleur die nu nog niet bedekt zijn. Dus voor de blauwe speler zou dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn. Laat ik ook nog even de 4 resterende postkaarten bekijken, want zij zijn misschien net iets moeilijker. De fontein, die leg je op een keienveld van jouw kleur of met beide kleuren, dus hier bijvoorbeeld. En dan krijg je 3 extra punten voor ieder gebouw in jouw kleur dat aangrenzend ligt. Stel dat het hier mocht liggen, maar het mag nu niet voor de blauwe speler. Dan zou het dus 3 gebouwen van blauw verbinden. Dat is natuurlijk een dikke 9 punten. Dan hebben we het standbeeld. Die moet je ook weer altijd op een keienveld van jouw kleur leggen. En op het einde van het spel scoort het standbeeld 2 punten voor ieder naburig vak dat leeg is. Dus waar niets op ligt. Scoor je voor ieder aangrenzend keienveld waar niets op ligt in het kruis, scoor je 2 punten. Voor ieder keienveld waar niets op ligt diagonaal, scoor je 1 punt. Dus dit zou nu 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 punten kunnen opleveren. Maar je scoort 0 punten als het vak voor het standbeeld niet vrij is. Dus stel dat hier later toch nog een fontein komt, dan is het standbeeld bijvoorbeeld nutteloos geworden. Dan hebben we de grote lantaarn, La Grande Lumière. Die mag je ergens leggen op een straatlantaarnveld, waardoor deze verder gaat schijnen in dit patroon, maar het wordt altijd afgeblokt door andere gebouwen. Voor de blauwe speler wil dat nu specifiek zeggen dat niet alleen dit gebouw en dat gebouw verlicht is, maar ook dit gebouw, dus dat heeft een extra lantaarn. Maar voor de oranje speler zou het ook willen zeggen dat dit gebouw nu verlicht is, want dat is ook 2 velden verwijderd, zonder dat er een gebouw tussen zit. Andere speelstukken, zoals een standbeeld bijvoorbeeld, blokkeren het licht niet. En dan hebben we nog de danseres. Deze moet je direct zetten op een keienveld van jouw kleur. En op het einde van het spel scoor je 1 punt voor ieder vrij vak in het gebied dat wordt begrensd door de randen van het speelbord en door de tegels die er liggen. Haar eigen veld telt ook als vrij bovendien. Maar in haar geval tellen ook de straatlantaarns en de andere soorten gebouwen, zoals standbeelden of zo, ook als begrenzing. Dus in dit geval zou ze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punten krijgen met de Moulin Rouge. Ook de schilder zou haar gebied kunnen inperken. Zo, en dan weet je ook deze 4 krachten die je kan gebruiken in het tweede spelletje. Moesten er nog vragen zijn, stel ze gerust in de commentaren hier beneden. En dan zou ik nog zeggen, abonneer, want dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye!